Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 6 januari van Weerplaza. Vandaag hebben we nog te maken met een hoogdrukgebied boven Engeland. Het zorgt voor een noordwestelijke stroming in onze omgeving, aanvoer van wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het gaat geleidelijk aan veranderen, want het hoogdrukgebied wordt verdrongen door een storing die morgen in de loop van de dag vanuit het noordwesten gaat naderen. En u ziet het aan de lijnen van gelijke druk, die komen dichter bij elkaar te liggen. En dat betekent dat het morgen flink gaat waaien. Vanavond is het echter nog rustig. De wind is vanuit het noordwesten, hooguit zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Er zijn opklaringen. Lokaal kan er later vanavond een enkele mistbank ontstaan bij een temperatuur van 4 graden. En vannacht wordt het niet kouder dan 2 tot 4 graden. Er gebeurt er eigenlijk niet zoveel, alleen neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen is het vaak bewolkt, nou misschien in de ochtend een klein gaatje voor de zon. Verder vanuit het noordwesten meer bewolking en in de ochtenduren al in de noordelijke provincies af en toe wat lichte regen of motregen. Later op de dag wordt het vaker nat. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 9 graden. De wind draait naar het zuidwesten en trekt in de loop van de dag aan. In de avonduren kan het aan zee krachtig of hard gaan waaien, windkracht 6 tot 7. Veel wind verwacht ik op de dinsdag. Er komt een stormachtige wind aan zee te staan vanuit het noordwesten, windkracht 7 tot 8. Op de Wadden is kans op een noordwesterstorm. Verder is het wisselend bewolkt met een aantal buien die van noordwest naar het zuidoosten overtrekken. En het wordt maximaal 8 graden. Op woensdag blijft het nagenoeg droog, alleen het westen is kans op een enkele bui. De temperatuur komt dan uit op een graad of 5 en dat is de normale waarde voor de tijd van het jaar. De wind gaat in de loop van de woensdag liggen. Donderdag is een rustige dag. In de vroege ochtend is kans op een graadje vorst. Verder wordt het in de middag 4 tot 6 graden. Draait de wind naar het westen en later op de donderdag gaat het regenen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.